Logan, een goede wedstrijd vandaag, alleen geen punten. Ja, ik denk dat hij dat zo wel kan stellen. Ik koop er niks voor, want lege handen. En dat is jammer, normaal scoren wij altijd. En die hebben we echt gehad, die kans. Een mooie voetbal hebben we de kans gecreëerd. En vervolgens schiet je het er niet in en maak je zelf grote fouten, zeker op de 0-1. Ja, en dan wordt het een lastig verhaal. En daar kan ik op dat moment de andere 10 niet de schuld van geven. En, ik vond dat we best wel lekker in de wedstrijd zaten. Maar het had niet mogen zijn vandaag. De eerste kwartieren komen eigenlijk niet van hun eigen helft af, domineer je. En dan komt uit niets komt dat doelpunt. Ja, dat klopt precies. Dat valt echt koud uit de lucht. Wij maken het spel. Ze hebben geen antwoord op tactisch plan. We speelden 3-5-2. Nou, tegen 4-4-2 ploeg doe je ze dan pijn op hetgeen waar zij eigenlijk sterker zijn. Dus op het middenveld die extra man. Nou, die hebben wij in dit geval. Het was steeds zoeken van waar ze moesten lopen. Wij hebben ook de kans gecreëerd. Ja, en dat hoort er wel bij met voetbal. Je moet dan altijd die goal maken en dat verzuimden we vandaag. Nou, wel met positief gevoel naar volgende week, denk ik. Want aan het spel lag het niet. Ja, dat is natuurlijk heel dubbel. Want ja, het gaat natuurlijk wel om het resultaat. En zeker in dit stadium. Nu worden de prijzen langzaamaan verdeeld. En nu lijken we af te haken. Dat wil zeggen, het is natuurlijk geen groot gat. Het is 1 op 3 punten, 1 op 2 en 1 op 1 punt. Dus er is nog van alles te halen. Maar ja, de kansen worden daarin wel schaarser. En dit is ook het eerste moment dat we het niet meer echt in eigen hand hebben. Als we alles winnen, en Spakenburg doet dat ook, worden zij kampioen. 7 wedstrijden winnen is ook niet te doen, dus die kans is zeer klein. Maar je hebt wel gelijk, er zit wel een positief tintje aan deze wedstrijd. Ik vind dat we onze huid duur verkocht hebben. Er zijn niet veel ploegen die het durven hier, en nou, wij wel. Ja, en je mist natuurlijk een aantal belangrijke spelers. Die jongens vangen het goed op. Zeker, dat is een compliment aan die jongens. Maar ja, dat wisten we al. We hebben gewoon een hele goede selectie. Een grote, brede selectie. Dus ik maak me niet snel zorgen als er iemand geschorst of geblesseerd is. Maar ja, goed, Yildirim en Buijs zijn natuurlijk wel twee sterkhouders die je altijd kan gebruiken. Maar volgende week, als het goed is, zijn ze inzetbaar. Dat wil zeggen, Buijs is ook geblesseerd erbij. Met liesklachten. Even kijken hoe die deze week doorkomt. Maar goed, dan zitten we weer wat breder in de spelersgroep. En kijken hoe we het dan vanaf brengen. Vanavond zelf maar een prijs pakken dan? Nou ja, dat zou een hele schrale troost zijn, maar daar gaan we wel voor.